wat een geluiden om me heen. Het bos is al lang wakker. Ik ben hier voor mijn eerste uitzending van Buitengewoon. En een prachtig moerasbos in de Achterhoek. En ik ga op ontdekkingstocht door de moerasbossen, beekbegeleidende bossen. Die zijn ontzettend zeldzaam in Gelderland, maar ook in Nederland. En heel waardevol voor het ecosysteem. Hier komt prachtige flora voor. Hele bijzondere vogels. Oud bos. Voor mij wel een ontdekkingstocht, want ik ken de Achterhoek niet heel erg goed. Ja. Ja, je hoort ze zelden, maar ik zie hem toch. Een middelste bonte specht. Ja, wat kleiner als de grote bonte. Hele mooie zalmroze kleurige broek. Wat bijzonder is, is ze zitten niet echt recht op tegen de stam, maar meer op de horizontale delen van de boom, op het tak. En loopt daar dan heel rustig overheen op zoek naar voedsel. Nou, als ik jaren geleden had gezegd dat ik hier een middelste bonte specht had gezien, zouden mensen echt zeggen, je bent niet goed wijs. Want vanaf 1996 ongeveer is het eerste moment dat die spechten hier gingen broeden. En inmiddels overal hier in de Achterhoek, in dit soort prachtige bossen, is die eigenlijk heel gewoon geworden. Daar waar die in de rest van Nederland langzaam opschuift, zou je hem hier toch, zoals hier in Bek en Delle, met enige regelmaat moeten kunnen zien. Roffelt niet zo vaak als een grote bonte specht, waardoor je vaak de aanwezigheid wel hoort in het bos. Maar deze zit gewoon heel rustig op de tak, op zoek naar ongewervelde diertjes tussen het schors. Ik vind dit nou typisch zo'n voorbeeld, een klassiek voorbeeld hoe zo'n beek door het landschap heen moet meanderen. Met ook nog eens een keer op de achtergrond een prachtige stijlwand waar de gaten van een ijsvogel in zitten. Ja, wat doe ik dan? Ik ga gewoon even een poosje aan die rand van de oever zitten. Een beetje eigenlijk mijn geluk beproeven. Kijken of ik een grote gele kwikstaart of een ijsvogel te zien krijg. Dat zijn soorten die profiteren van deze traag stromende beekjes die vol met vis zitten. En wacht, ik hoor er één. Ja? Ik hoor een ijsvogel. Een mannetje met een visje. Ja, gaaf. Ik wist dat het moment zou komen. Ja, super gaaf. En naar binnen, hoppatee. Wat je ziet is dat het mannetje komt aanvliegen met een visje. Vliegt de nestholte binnen. En geeft dat vrouwtje als dank voor het broeden een visje. En dat vrouwtje is iets verderop op een tak gaan zitten. Na een paar uur broeden, of misschien een uur. En zit zich nu heel rustig te poetsen. En je ziet gewoon haar oranje snavel, onderkant van die snavel, langs dat helder blauwe, met die oranje buik. Ah, ze geniet gewoon even dat ze gewoon in het zonnetje zit, lijkt wel. Het is echt een prachtig gezicht. Maar ja, het zijn natuurlijk ook de meest kleurrijke vogels die we volgens mij in Nederland hebben. En die komen hier gewoon langs een beek voor. Ja, genieten. Dan maakt zo'n half uurtje zitten langs de beek toch wel weer goed, hè?